Waar ik dit boek verder lezen, terwijl ik verder in het debat week. Goedemorgen, we zijn vandaag woensdag. Ik heb net even meegedanst met de choreography dance workshop van Bangin' You. Dit is een die gepubliceerd is door dansstudio Sarah. En ik moet eerlijk toegeven, ik zag er fijn belachelijk uit terwijl ik dat deed. En denk ik nu eerst eventjes lingo gaan spelen. Terwijl ik eerst water drinken, dan lingo spelen. En dan nog wat blogberichten lezen. Maar vandaag is er een iets kortere Miracle Morning. Omdat ik... mij rond 7:30 toch moet klaarmaken om te vertrekken. Hallo, het is 7:30 en ik moet me klaarmaken om naar mijn ouders te gaan. Want ik ga namelijk deze morgen samen met mijn mama naar de winkel in Frankrijk. Om daar te kopen. Gewoon naar de supermarkt in Frankrijk. Deze morgen ook een cute vlechtje in mijn haar gedaan. Altijd als ik naar mijn ouders ga, heb ik echt zoveel spullen mee. Als ik 3 keer heen en weer wandel naar beneden, raak ik waarschijnlijk wel. Tijd om aan de halve vrijs te winnen. Net ben ik heel klaar geweest in Frankrijk en ik heb boodschappen gekocht. En het Ringfit Adventure, want het is hier 20 euro goedkoper. Hallo, het is 11:15 en ik moet nu heel erg vlug richting de post. Want de post gaat sluiten om 12:30 en ik ben een heel klein beetje aan het vlog terwijl ik rij. Maar het is gewoon nog op onze oprit. Hallo, het is nu 16:30. Het is alweer eventjes geleden dat ik jullie nog heb gesproken, maar dat komt omdat toen we ongeveer thuis kwamen, kwam mijn zus al langs. Mijn zus zit hier ongeveer elke middag, omdat ze een heel grote blok heeft tussen haar werkmomenten. En met mijn zus heb ik eerst Mario Kart gespeeld en dan Ring Fit Adventure. En ik ga jullie alvast verklappen dat Ring Fit Adventure echt een workout is. Ik laat het sowieso nog eens zien in een video, in een vlog. Misschien in een vlog van morgen of misschien in de vlog en nog vanavond. Waarschijnlijk niet vanavond, ga ik te luisteren om dat nog te doen. En nu heb ik een klein beetje energie nodig. Dus ik ga een mandarijntje eten, want het is that time of year. Ik weet eigenlijk niet zo super goed wat ik van mandarijntjes en zo moet vinden. Aangezien dat die gewoon standaard uit het buitenland komen. Dus ja, dat groeit hier gewoon niet. Mandarijntjes. En ik ben er nog niet uit wat ik van die ecologische voetafdruk vind om dat hier te krijgen. Maar tot nu toe neer ik dat gewoon omdat ik mandarijntjes heel erg lekker vind. En ik heb net de tweede dag gevolgd van de productiviteitscursus op Instagram. Gisteren had ik de eerste dag gedaan. En nu ga ik nu nog de derde dag doen. Morgen is de vierde dag en dat is vrijdag de laatste dag plus het live momentje. Productiviteitscursus is een online cursus van Cynthia.nl. Het was de laatste keer dat ze hem gaf, dus je kan er niet meer voor inschrijven. Dit is al de tweede online cursus die ik doe op Instagram. De eerste was van Femke Kamps. En ik weet niet meer waar je die samen gaf. Over social media.
Hey, vandaag heb ik nog eens een TikTok-video gefilmd. Dat was echt al veel te lang geleden. Maar nu voelde het ook gewoon goed. Daarvoor had ik het echt gewoon gedaan omdat ik voelde dat het moest. En nu had ik er zin in. Dus dat is wel leuk. Dus als je kunt zien heb ik mijn onesie aangetrokken. Want het begon hier koud te worden. En ik heb het ook voor een TikTok gedaan. Nu ga ik een video editen terwijl ik nog een aantal video's aan het uploaden ben. Nu ga ik dit boek verder lezen terwijl ik verder in dit bad week. En straks ga ik thuis kijken, maar eerst hier aan lezen. Ik denk trouwens dat ik het Red Fit Adventure ga filmen en een diëten voor het leven vlog ga stoppen. Deze lichtjes komen trouwens uit Action en om mijn volledige spiegel te kunnen bedekken, heb ik twee koorden gehaald. Daar eindigt er één en daar eindigt er één. En ze komen hier samen in het midden. Hij vraagt nu eigenlijk misschien af, Fobe, wat is het punt hiervan? Wel, een paar dagen geleden heb ik nog eens goed mijn affirmaties opgeschreven. En die probeer ik nu elke avond te zeggen. Dus daarvoor is het tijd. Ik ben gezond en sportief. Ik ben een onderneemster. Ik ben een succesvol blogger met haar eigen tijdschrift. Misschien klinkt dat voor vele mensen ook wat zweverig. En dat is het misschien. Maar het is een techniek die ik onder andere heb geleerd van Hal Elrod, die The Miracle Morning heeft geschreven. En van Cynthia.nl, beter bekend als structuurjunkie of Cynthia van Cynthia.nl. En als het voor hen werkt, waarom zou ik het dan niet eens proberen? Je kan namelijk je hoofd veel wijs maken. Net een diëtje verder lezen en op je lijf geschreven. Een boek die ik al in bad had gelezen vanavond. En waarover ik iets kwijt wou. En dat heb ik net verteld tegen de camera. En dat stukje. Komt sowieso in de diëten voor het leven vlog. Omdat het daar veel meer past dan in deze vlog. Ik probeer in de diëten voor het leven vlog gewoon ook eerlijk te zijn over mijn lichaam. En de gezonde toestand waarin ik hem wil brengen. Zoals ik al zei, heeft deze diëten voor het leven journey niks te maken met gewicht. Of toch heel weinig. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!